De rode jurk van Angelique van Dinter werkte op de mannelijke ogen als een rode lap op een stier. Aandacht krijgen, dat is de Bossen inmiddels wel gewend. Maar een zaal met duizenden dolenthousiaste dartsfans was zelfs voor haar even wennen. Een heel raar wereldje. Het is heel leuk en ik vind het heel grappig hoe het feesten en hoe het darten samenkomt. En de sfeer is heel erg leuk. En de mensen zijn super enthousiast. En het lijkt net carnaval. Iedereen is hier verkleed en dat vind ik echt super leuk om te zien. Die carnavaleske sfeer ligt daar dus wel. Maar ook met de darters kan Van Dinter prima opschieten. Vooral met Michael van Gerber uit Vlijmen kreeg ze snel een klik. Ja, ik heb hem even gesproken voordat hij op moest. Het was gezellig. Hij komt uit Vlijmen, dus dat is echt super dichtbij. Hij woont 5 minuten van mijn huis vandaan. Dus we hadden wel een klik daarin. Dus dat was heel erg leuk. En net als je het over de duivel hebt, trekt Van Gerwen aan de camera van Omroep Brabant. Sorry. Ik ben net een reclame voor jou aan het maken, jongen. Het wereldje waar ze tot voor kort niets mee had, voelde voor de Bossen al na 2 dagen als een veilige thuishaven. Daarmee werd haar debuut als walk-on girl eentje die naar meer smaakt. Ze zijn heel erg tevreden, dus ze zouden me graag vaker willen hebben. Ik denk dat ik het sowieso nog wel een keer wil doen, ja. Ja, zeker. De kans is dus groot dat we deze glimlach binnenkort nog eens gaan zien.